Welkom in de videoles over de eerste onderzoeksvraag in het hoofdstuk over tendensen in de Belgische politiek. Zijnde welke tegenstellingen tijdens de periode van 1945-1970 vormden de voedingsbodem voor het federaliseringsproces? Deze onderzoeksvraag is een historische vraag. We zullen hierbij vier gebeurtenissen, vier politieke conflicten bestuderen in de Belgische geschiedenis voor de periode van 1945-1970. Ik heb het over het conflict rond de koningskwestie, vlak na de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde schoolstrijd in de jaren 50, de taalstrijd tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, die opnieuw na de Tweede Wereldoorlog oplaaide tot in de jaren 60, en als laatste de staking tegen de eenheidswet in 1961. Bij elk van deze gebeurtenissen liepen de politieke gemoederen zo hoog op dat het land bijna op springen stond. Er werd zelfs in sommige gevallen gevreesd voor een ware burgeroorlog in België. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de koningskwestie en de staking tegen de eenheidswet. Bij beide conflicten vielen er zelfs doden. Kan je dat voorstellen dat er in België, omwille van een politiek conflict na de Tweede Wereldoorlog, nog steeds doden vallen? Hè? Dat zijn zeer hevige conflicten. En die conflicten waren zo hevig, omdat ze meerdere breuklijnen in de Belgische samenleving blootlegden. En hiermee verwijs ik naar de theorie van de Belgische socioloog en expert in de Belgische politiek, professor Luc Huizen. In zijn invloedrijk boek, De Gewapende Vrede, onderscheidt hij drie breuklijnen of permanente tegenstellingen in de Belgische politiek na de Tweede Wereldoorlog, waaronder de levensbeschouwelijke, de socio-economische en de communautaire breuklijn. In elk van die breuklijnen staan grote, belangrijke maatschappelijke groepen tegenover elkaar. En omdat die tegenstellingen, zo stelt Luc Huizen, in elk van de politieke conflicten opnieuw en opnieuw naar boven komen, zorgen ze eigenlijk voor een permanente verdeeldheid binnen de Belgische samenleving. Nu, het is de bedoeling in dit deel van onze les dat we die theorie toepassen op onze vier historische conflicten. Maar voordat we daar feitelijk aan beginnen, gaan we ons toch eerst even moeten verdiepen in die theorie van Luc Huizen. In het eerste bronnenpakketje vind je enkele passages over zijn werk. Het is de bedoeling dat je deze leest en het bijhorend schemaatje aanvult. Er zit ook een inzichtsvraag bij die luidt: hoe komt het, volgens Luc Huizen, dat België als land kan blijven bestaan, ondanks de vele conflicten als gevolg van die drie breuklijnen? Het is de bedoeling bij deze oefening dat je dus die theorie wat onder de knie krijgt voordat we ze gaan toepassen. En doe dus die oefening aandachtig, je hebt het nodig. Daarna geef ik dan een verbetering en dus mag je nu op de pauzeknop klikken om de oefening op eigen tempo te maken. Het schemaatje zou relatief gemakkelijk moeten geweest zijn. Ik overloop even elke breuklijn. De levensbeschouwelijke breuklijn verwijst naar de tegenstelling tussen de katholieken enerzijds en de vrijzinnigen of anticlericalen anderzijds. En het is een tegenstelling die ook in andere landen teruggaat tot de opkomst van de vrijzinnigheid tijdens de 19e eeuw. En zelfs terug tot in de tijd van de verlichte filosofen en de Franse revolutie. Nu, in de Belgische politiek verklaart ze de tegenstellingen tussen de traditionele christendemocratische partijen, die vroeger de katholieke partijen werden genoemd, naast de vrijzinnige, liberale en socialistische partijen. Dan hebben we de socio-economische breuklijn, en die verwijst naar de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. En ook die breuklijn kent zijn oorsprong in de 19e eeuw met het ontstaan van de socialistische partij, de zogenaamde Belgische Werkliedenpartij en de vakbondsbewegingen. Dat naast de oudere liberale Belgische partij en ook de werkgeversorganisaties. Nu, die tegenstelling kan je best wel begrijpen als een marxistische klassenstrijd. Dat hebben we al gezien in een vorig hoofdstuk. Dat is de eeuwige strijd tussen de klasse van kapitaalbezitters en de, volgens Marx, uitgebuite klasse van loonarbeiders. Dus je mag dat zo gaan interpreteren. Politiek gezien toch. Dan hebben we ook nog de communautaire breuklijn en die verwijst naar de reeds besproken tegenstellingen tussen Walen en Vlamingen, of ook wel Franstaligen en Nederlandstaligen. En die gaat terug tot de stichting van België en zelfs eerder.
Nu, de inzichtsvraag, die is al wat moeilijker. En dit is het antwoord dat je mogelijk kon geven. Omdat de drie breuklijnen elkaar constant in opeenvolgende conflicten doorkruisten, waardoor dat er telkens wisselende bondgenootschappen gesloten worden, vormen ze een rem op de verdelende kracht van de breuklijnen. Nu, dat klinkt allemaal wel een beetje abstract, dus ik geef concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld, liberalen en socialisten kunnen perfect overeenkomen als het gaat over het afschaffen van het vak godsdienst in het onderwijs. Want ze zijn beiden vrijzinnig of anticlericaal. Ze staan dan tegenover de Vlaamse en Waalse katholieken. Maar als het gaat over besparingen in de werkloosheidsuitkering, dan kan het best wel zijn dat de Waalse en Vlaamse liberalen en katholieken tegenover de socialisten staan. Gaat het over het verplichten van het kennen van beide landstalen bij een bepaalde overheidsfunctie, ik geef maar een voorbeeld, dan kan het ook zijn dat alle Vlaamse partijen, politieke partijen, tegenover alle Waalse partijen komen staan. En zo zie je eigenlijk dat die allianties constant kunnen wisselen in bepaalde conflicten. De vijand van vandaag, zou je kunnen zeggen, kan een vriend zijn morgen, bij een ander dossier, bij een ander conflict. En het is die constante wisselende allianties die verklaart waarom de Belgische politiek zo vaak met een zogenaamd Belgisch compromis afkomt. Want geen enkel van de zes groepen kan definitief de overhand halen het zich permitteren om zijn wil door te drukken ten koste van de andere partijen. Je moet telkens de onderlinge overeenkomsten of tot onderlinge overeenkomsten komen en de anderen niet volledig gaan shockeren. Wanneer je toch eenzijdig jouw wil zou willen doordrukken, ja, dan is het kot te klein, hè. En dan staat heel het land op springen. Want die andere partijen zullen er alles aan doen om hun belangen te gaan verdedigen. En dan kan je ook in toekomstige dossiers niet meer op de goodwill van de anderen rekenen. Vandaar dat je eigenlijk constant onderhandelingsstrategie ziet richting compromissen. Geen enkel van de zes is sterk genoeg om zijn wil door te drukken. Dat is de realiteit in de Belgische politiek. Nu, heel dat mechanisme wordt nog veel duidelijker als we wat meer diepgaand bepaalde casussen gaan bestuderen. En ik heb het hier dan over onze vier historische conflicten. Neem pagina 4 in je cursus erbij om te weten wat je precies moet doen. Je ziet dat je eerst een keuze moet maken. Hier mag je puur kiezen op eigen interesse. Welk conflict interesseert je het meest? En dat is dan het conflict dat je zal uitwerken. En elk conflict heeft zijn eigen bronnenpakket. Bijvoorbeeld de koningskwestie, dat is dan het tweede bronnenpakketje. Het is dan de bedoeling dat je dit bronnenpakket aandachtig bestudeert en analyseert, om dan over te gaan tot het invullen van een tabel en een overzicht over de drie breuklijnen. En die tabel, dat zijn gewoon de vijf W's, zoals we bij elke les doen, puur om je even te oriënteren in de tekst en ook in het conflict zelf. Om dan over te gaan tot de hoofdzaak van de oefening, namelijk de drie breuklijnen. Analyseren door de strijdende partijen te gaan identificeren. Dit zal dienen om zelf een uitleg aan je medeleerlingen over het conflict te geven, die zo helder en duidelijk mogelijk is. Zo, ik herhaal nog even wat je moet doen, stapgewijs. 1. Kies welk conflict je zal uitwerken. Doe dat naar eigen interesse, naar eigen keuze. 2. Vul de oriëntatietabel in. Dat gaat over je eenvoudigweg gaan oriënteren naar wat belangrijk is in tekst, wie van belang is, wat er precies gebeurt, wanneer, waarom enzovoort. En dan ga je een gedetailleerde analyse maken van hoe één of meerdere breuklijnen een rol spelen door de strijdende partijen te gaan identificeren. En dat dient allemaal om zelf een uitleg van het conflict uit te werken. Die je zal tonen, die je zal geven aan je medeleerlingen. En hoe doen we dat concreet? Wel, dat kan je doen met bijvoorbeeld de webcam op je laptop, of met je smartphone, of bijvoorbeeld een PowerPoint op te nemen met Screencast-O-Matic, zoals ik hier doe. Dus hoe dat je die uitleg ook digitaal maakt, dat is voor mij minder belangrijk. Je bent volledig vrij om te kiezen, maar je mag gerust wel wat creatief zijn, zolang het inhoudelijk goed is. Eenmaal je zo'n video- of audio-opname hebt, dan dien je dat in via de uploadzone in Smart School.
En dan zal ik er zelf één goede uitleg per conflict uitkiezen uit jullie klas en selecteren als modeloplossing. Dat is dus concrete oefening die we zullen doen. Maar om het toch nog iets duidelijker voor jullie te maken, stel ik voor om de oefening te demonstreren door zelf even de koningskwestie te behandelen. Wanneer we de bronnenstudie hebben gemaakt, de tabel hebben aangevuld en de eerste verkennende analyse van de breuklijnen hebben gemaakt, dan komen we al tot volgende antwoorden. Het gaat over een conflict over de terugkeer van koning Leopold III. Wie is daar belangrijk bij? Wel, uiteraard Leopold III, maar ook de CVP, de Christelijke Volkspartij, denk aan de katholieken dus, de regering van Akker en zijn opvolger Boudewijn, koning Boudewijn, die Leopold III zal opvolgen. Waar? Het gaat over België, wanneer 1946 vlak na de Tweede Wereldoorlog, en waarom? Leopold III werd verdacht van collaboratie. Dus dit is eigenlijk de context, de belangrijke vijf W's over dit conflict. Doen we de analyse van de breuklijnen, dan heb je al volgende tegenstellingen. We zien een tegenstelling tussen vrijzinnigen, dat zijn socialisten en liberalen die tegen Leopold III zijn, enerzijds en de christendemocratische regering die voor de terugkeer is van Leopold III, anderzijds. We zien ook een socio-economische tegenstelling, vooral in linkse revolutionaire arbeidersmilieus werd er hevig verzet gepleegd met betogingen, zelfs met geweld tegen Leopold III. En ook communautair zien we daar een kantje ontstaan of een tegenstelling ontstaan. In Wallonië was de meerderheid tegen Leopold III, in Vlaanderen was de meerderheid voor Leopold. Oké, en dan kunnen we nu eigenlijk heel het conflict gaan schetsen zonder essentiële elementen te vergeten. Koning Leopold III heeft zich duidelijk omstreden gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen de oorlog uitbrak, weigerde hij te vluchten naar Londen samen met de Belgische regering. Hij besloot te blijven en regelde zelfs een ontmoeting met Adolf Hitler. Na de oorlog werd hij daarom verweten een collaborateur te zijn. Desondanks regelde de heersende regering van Akker de terugkeer van de koning. De vrijzinnige partijen, dat zijn de liberalen en socialisten, waren tegen de terugkeer van de vorst. Ze waren immers niet alleen tegen de kerk, maar ook voor een groot stuk tegen de koning, met hun voorkeur voor een republiek. De koning vreesde, met die Tweede Wereldoorlog aan het achterhoofd die dan maar net gedaan is, voor zijn positie en riep daarom op tot een volksreferendum. Dat is dus een stemming waarin het volk rechtstreeks mag beslissen over zijn lot. Mag hij terugkeren, ja of nee? Want de koning verwachtte veel steun van de bevolking en ook van de conservatieve CVP. Dat is de Christelijke Volkspartij. Want die CVP, die hoopte met een overwinning in dat referendum om zijn macht binnen de regering te doen toenemen, zodat er een soort katholiek overwicht binnen de regering zou kunnen komen. En inderdaad, zoals verwacht, stemde een meerderheid van de Belgen voor de terugkeer van de koning. Maar er was een duidelijk verschil in stemgedrag tussen de conservatieve Vlamingen, die massaal voor de terugkeer stemden van de koning, die worden op het kaartje in het groen ingekleurd, en de linkse progressieve Wallen die tegen de terugkeer van de koning stemden. Op het kaartje worden ze in het rood ingekleurd. Zo kwamen eigenlijk de drie breuklijnen in de Belgische politiek bloot te liggen. Een rechts-conservatief en katholiek Vlaanderen kwam tegenover een vrijzinnig links-Wallonië te staan. Wanneer de CVP, ondanks die druk van de oppositie, toch zijn wil wilde doordrukken om de koning te laten terugkeren, ontspoorde het conflict in gewelddadige betogingen die bijna tot een revolutie of zelfs een burgeroorlog leidden. Het is pas wanneer een compromisoplossing op tafel werd gelegd dat de gemoederen bedaarden. Leopold III moest aftreden en Boudewijn, zijn zoon, zou hem wel kunnen opvolgen. Zo werd het koningschap gered om katholiek Vlaanderen tevreden te houden, maar dat zonder Leopold III als toegifte aan links-progressief Wallonië. Zo, met dit voorbeeld zou je genoeg moeten hebben om zelf de oefening te kunnen maken bij één van de drie resterende gebeurtenissen. Want het is een belangrijke oefening. De vaardigheid die je hierbij inoefent is het toepassen van een theorie op een casus. Dit is een belangrijke onderzoeksvaardigheid die je niet mag onderschatten qua moeilijkheidsgraad. En de inzichten die de oefening zal opleveren is cruciaal om de Belgische politiek te begrijpen. Dan heb ik het vooral over die drie breuklijnen en het belang van de compromispolitiek.